De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, wil de centrale markt een boost geven. Dit zei hij gisteren op het presidentieel paleis. Zo is er gepland dat er een dakterras wordt gebouwd, er komen twee roltrappen en er zullen units op de bovenverdieping van de markt worden gebouwd. En dat voor kleine entrepreneurs. Verder wordt nagegaan hoe de asbestplaten van de vreedzaam markt verwijderd kunnen worden. De DC gaf aan dat het commissariaat ook plannen heeft om de stad te verfraaien. Zodat we dan ook de stad een beetje kunnen verfraaien, want dat is dan waar we ook naartoe willen gaan, een beetje verfraaiing van de stad. Toch? En bijvoorbeeld de Limapolstraat, toch? Zijn heel historische gebouwen. Het zou heel mooi zijn als de gebouwen in de avonduren verlicht waren. Weet je? Dus er zijn een aantal dingen op planning die we hebben, waarbij we de mensen gaan aanschrijven om een verzoek te doen om te luisteren. Laten we het een beetje mooier maken. Maar dan maak het ook een stukje veiliger. Hè? Want als er meer verlichting is, dan is er ook meer te zien, kunnen mensen makkelijker lopen. Hetzelfde ook daar, zo Dokters Verretmanstraat bij de winkels enzovoort. Dus we zijn met een aantal dingen bezig, maar we kijken waar men op wil inspelen en waar wij misschien tegemoet kunnen komen. Nerkust wil ondanks de weinige middelen die hij ter beschikking heeft, de noden van mensen helpen verlichten. De DC wil per 1 mei geld gaan innen bij de verkopers die een stand hebben op de bermen. Dat van die bermen ook, waarbij de mensen gaan, als alles goed gaat, kunnen we de maand mei, wil ik dan beginnen met het innen van de gelden van de mensen op de bermen verkopen. Toch? En dan gaan we dan ook gelijk een stop zetten aan de toestemmingen die verleend worden van mensen aan de berg. Al dus DC Mike Nerkust, we spraken hem na de beëdiging van de minister van Volksgezondheid op het presidentieel paleis.